Goeiedag. De dag die begon op de meeste plaatsen prachtig met wat dunne, hoge bewolking, zoals hier op deze foto. Die bewolking werd geleidelijk aan wel dikker. En hier en daar was ook heel duidelijk een bijzon te zien. Op deze foto zien we een kleintje aan deze kant van de zon. Hier zien we die bijzon. Maar aan de andere kant is de bijzon duidelijker. En ja, dat zijn altijd zeer mooie fenomenen in de lucht. Hoe die precies ontstaan, ik heb daar een video van gemaakt. Moet u maar even op de website of op YouTube opzoeken. Overigens is het wel zo dat die bewolking wel een voorbode was voor neerslag die vanuit het westen kwam opzetten. En op de radar kunnen we dat ook mooi zien. Het is een koufront dat gaat passeren van west naar oost over het land. Dat levert vanmiddag hier en daar wel eventjes wat regen op. Maar het duurt allemaal niet lang, want erachter zitten alweer opklaringen. En als ik de weerkaart voor vanavond voorzet, dan zien we dat de neerslagband eigenlijk al voorbij Nederland is getrokken. En dat de opklaringen al boven ons land zichtbaar zijn. Dat betekent ook dat het vannacht vrij helder zal zijn en dat de temperatuur flink onderuit kan gaan. Morgen dan een dag met wolkenvelden en zonnige perioden. Ziet er niet verkeerd uit. Een hoge drukgebied beïnvloedt nog steeds ons weerbeeld. En ook woensdag is het nog redelijk rustig, hoewel we wel een storing dichterbij zien komen. En er komt ook duidelijk wat meer bewolking. Maar al met al is het nog redelijk rustig weer morgen en overmorgen. Nou, vanavond trekt de regen naar het oosten weg. Vanuit het westen steeds meer opklaringen. En vannacht koelt het dan af naar 1 graad of 3 in het binnenland. Er kan nevel en mist ontstaan en ook wel wat laaghangende bewolking. Want vooral in het binnenland valt de wind ook helemaal aan weg. Aan zee natuurlijk duidelijk hogere temperaturen door het zeewater daar 1 graad of 12. Morgenochtend beginnen we hier en daar toch nog wel grijs door de nevel en mist, maar dat gaat verdwijnen en de middag ziet er heel aardig uit met zonnige perioden en droog weer. Er staat niet al te veel wind, een matig windje uit westelijke richtingen. Het wordt 15 of 16 graden dinsdagmiddag. En dan gaan we weer terug naar de weerkaart, het hoge drukgebied. Dat zien we nog steeds achter mij liggen. Ook nog steeds het hoge drukgebied bij de Azoren. En eigenlijk is dit dan een gordel van hoge luchtdruk. En die gordel van hoge luchtdruk die gaat langzaam maar zeker wat meer naar het zuiden bewegen en naar het zuidoosten. En dat betekent dat vanuit het noordwesten depressies toch wel wat dichterbij kunnen gaan komen. En dat gaan we ook merken in de tweede weekhelft. Want als ik de animatie aanzet, dan zien we duidelijker dat het wisselvalliger weer gaat worden in de loop van de week. Er kan eens af en toe een storing voorbij trekken. En ook in het weekeinde is dat het geval. Het hoge drukgebied dat trekt zich even helemaal terug naar het zuiden. Het gaat dus ook wat harder waaien en de temperatuur zal ook iets minder hoog gaan uitkomen. We pakken de weerkaarten erbij voor woensdag. Dan zien we een droge dag, wolkenvelden, af en toe wat zon en 1 graad of 16. En op donderdag vallen er een aantal buien bij temperaturen rond de 15 graden. De wind die draait dan wel eventjes meer naar zuidelijke richtingen. En dan de dagen erna, vrijdag en ook zaterdag, dan kunnen er toch wel wat buien gaan vallen, waarbij de temperatuur langzaam maar zeker wat lager gaat worden. Zaterdag maxima rond de 14 graden. Hier en daar kan het misschien best wel een natte dag worden. Ook zondag is nog wisselvallig, 1 graad of 16. En dan een klein voorproefje voor volgende week. Dan zijn er signalen dat we weer naar boven de 20 graden gaan. Nog een fijne dag.